Ja, mogelijk eventjes wat minder visvideo's. En de reden is eigenlijk heel simpel. Naast het vissen besteed ik veel tijd aan het schilderen van portretten in opdracht. En daarnaast ook nog wat visschilderijtjes voor de liefhebbers. En ik heb te maken met een flinke opdracht waar een deadline aan kleeft. En die, om die te kunnen halen, heb ik gewoon aardig wat dagen nodig. En het zou dan gewoon onverstandig zijn om te gaan vissen en dan ook op het water te zitten met het idee dat thuis dit werk wacht. En dat werkt gewoon niet. Hè. Dus ik offer er een paar dagen aan op. Dus je ziet even wat minder visvideo's. Maar als je gewoon blijft kijken, dan zie je dat het vanzelf weer goed komt en dat ik weer nieuwe video's zal posten. En hopelijk van hele grote snoeken. Blijven kijken, dan ga je het weer zien.